En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 pennetjes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Zij zaaien niet en maaien niet. Zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen? En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar het dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u,
dat hij zich zou omgorden en hen aan tafel zou nodigen en bij hen zou komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwaken, of als hij komt in de derde nachtwaken en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zei tegen hem, Heere, spreekt u deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heere zei, wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de Heer over zijn huis bedienen zal aanstellen, om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer, nu het al ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij, totdat het volbracht is? Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg ik u. Maar eerder verdeeldheid, want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zei ook tegen de menigte, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? En waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is? Want als u met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg moeite om van hem verlost te worden. Opdat hij u misschien niet voor de rechter sleept en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpt. Ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u ook het laatste penninkje hebt betaald. Hoofdstuk 13. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier, zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?
En hij antwoordde en zei tegen hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt, maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. En hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte, er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei, huichelaar, maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leid hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is, en die de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. En de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. En hij zei, waaraan is het koninkrijk van God gelijk? En waarmee zal ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom. En de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken. En hij zei opnieuw, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. En hij trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk, vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u, Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen, ga heen en zeg die vos, zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen vandaag en morgen. En op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenig die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, dat u zult zeggen,
Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Hoofdstuk 14. En het gebeurde, toen hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was, op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op hem letten. En zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte: wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En zij konden hem daarop geen antwoord geven. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is. En hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hogerop. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had: wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorden, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit, naar de landwegen en heggen, en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u, dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal. En vele menigten trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten.
en zeggen: deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Hoofdstuk 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden moorden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet 1 lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zei: een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij 1 van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als 1 van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij 1 van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was.
Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Hoofdstuk 16. En hij zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich, en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige mammon, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u, wat betreft het goed van een ander, niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden ook de farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. En hij zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven.
En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Hoofdstuk 17. En hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 per dag tegen u zondigt en 7 per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen: Tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgort u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb en eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. En het gebeurde, toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hen en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult, een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult die niet zien.
En zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zonvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Hoofdstuk 18. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? En hij sprak, ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hem. Jezus echter riep die kleinen tot zich en zei, laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.
En een leidinggevende vroeg hem en zei: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei: al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden zeiden: wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen: voorwaar ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt het eeuwige leven. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen: zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat zij hem gegezeld hebben, en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze dingen, en dit woord was voor hen verborgen, en zij begrepen niet wat er gezegd werd. Het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem: wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei: Heer, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: word ziende, uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Hoofdstuk 19. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.
Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u, wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u, dat aan een ieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit, op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de fariseeën uit de menigten zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat dat uw vrede dient.
Nu echter is het verborgen voor uw oog. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarnaar er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. En toen hij de tempel was binnengegaan, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. Hij zei tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk hing hem aan terwijl het naar hem luisterde. Hoofdstuk 20. Het gebeurde op een van die dagen toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde dat de overpriesters en de schriftgeleerden met een oudsten daarbij kwamen staan. En zij zeiden tegen hem, zeg ons met welke bevoegdheid u deze dingen doet of wie het is die u deze bevoegdheid heeft gegeven. En hij antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook een vraag stellen. Zeg mij eens, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Zij nu overlegden onder elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zal heel het volk ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden dat zij niet wisten van waar hij was. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden? Ieder die op die steen valt zal verpletterd worden en op wie hij valt die zal hij vermorselen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En zij hielden hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling hem op een woord te vangen en hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van een stadhouder. En zij stelden hem een vraag en zeiden, meester, wij weten dat u juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst. Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen, waarom verzoekt u mij? Laat mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden, van de keizer. En hij zei tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.
Zij nu konden hem tegenover het volk op zijn woord niet vangen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Er waren nu 7 broers en de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. En ook de derde nam haar, en evenzo alle 7. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn, want die 7 hebben haar tot vrouw gehad? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven zij allen. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, dat hebt u goed gezegd. En zij durfden hem verder niets meer te vragen. En hij zei tegen hen: Hoe kan men zeggen dat de Christus een zoon van David is? David zelf zegt namelijk in het boek van de Psalmen: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David dan noemt hem zijn Heere, en hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En ten aanhoren van al het volk zei hij tegen zijn discipelen: Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markt, de voorste plaats in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Hoofdstuk 21. En toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe 2 kleine munten daarin werpen. En hij zei: Werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij: Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En zij vroegen hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus. En de tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.
Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal uw mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden. En zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn er niet ingaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heette. En al het volk kwam 's morgens vroeg naar hem toe in de tempel om hem te horen. Hoofdstuk 22. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht, hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei, ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem, waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen, zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizen zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed.
Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen. En de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn Vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hem, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden, aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden, Heere, zie, hier zijn 2 zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie, een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus?
En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: Bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zij, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei: Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hem. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij hem in het gezicht en vroegen hem: Profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden zij tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en leidden hem in hun raadsvergadering. En zij zeiden: Bent u de Christus? Zeg het ons. En hij zei tegen hen: Als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En zij zeiden allen: Bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen: U zegt dat ik het ben. En zij zeiden: Welk getuigenis hebben wij nog nodig? Want wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Hoofdstuk 23. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus, de koning, is. Toen vroeg Pilatus hem: U bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: U zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had en hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar,
Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: "U hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los." Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: "Kruisig hem, kruisig hem." Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: "Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten." Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: "Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren, en de schoten die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?" En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden: "Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God." En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden: "Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf." En er was ook een opschrift boven hem geschreven, in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: "Dit is de koning van de Joden." En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: "Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons." Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: "Vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan." En hij zei tegen Jezus: "Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent." En Jezus zei tegen hem: "Voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn." En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.
En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. Hoofdstuk 24. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem: welke dan? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben.
en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o, onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hem te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van het gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoge bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. Amen.